Hallo, ik ben Horinochi, de ambassadeur van Japan in Nederland. 3 maart is de dag van Hinamatsuri, het poppenfestival in Japan. Het is een dag om te wensen voor goede gezondheid en veel geluk, met name voor meisjes. Tegen deze tijd stellen veel mensen in Japan een speciaal set poppen tentoon. De Hina-ningyo. Deze poppen worden door vakmensen gemaakt. Men zegt dat ze zijn gemodelleerd naar de bruiloft van het keizerlijk paar en elke pop heeft een specifieke betekenis. Meestal worden deze poppen uitgestald op een constructie in de vorm van een trap met rood tapijt. De meest populaire opzet heeft 7 verdiepingen. Waar de poppen worden geplaatst, verschilt per regio. De eerste laag bevat de bruid en bruidegom. Op de lagen daarna bevinden zich 3 hofdames en dan 5 muzikanten. Ook is er de inboedel van de bruid en een rijtuig. Helaas hebben we besloten om dit jaar niet de volledige set op te bouwen in het culturele centrum van onze ambassade. Maar ik hoop dat je hebt genoten van het prachtige en gedetailleerde Japanse handwerk in deze video. Dank u wel.